Ik ga stuk. Nou, ik ben benieuwd. Zet zo'n borsteltje. Zo, dan ga je in het nieuwe soppie. Kijk. Maak je ook echt zo'n... dat die goed precies droog is voor de vloer. En dan... Hoep. Kijk. Er zit hier een soort riggellijntje. Zodat het al lijkt alsof je een beetje een grotere bil hebt. Dus dat is voor mij echt ideaal. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video. Ik heb net mijn moeder even afgezet. En ik heb nu even haar auto. Want ik kan straks weer ophalen, dat wel. Alleen ik ga nu even tussendoor voor mijn nagels. Want het is op dit moment, this is not good, you know. Mijn god jongens, dit is weer heel goed nieuws. Ik ben gisteren gebeld. En mijn meubels komen morgen binnen. Ze worden morgen geleverd. En ik ben zo blij. Want ik dacht eerst dat alleen mijn bank en mijn bed zou zijn. En nu is alles er. Als ik het goed heb. Want straks heb ik het weer fout. Maar ik hoop het niet. Alles is binnen. Dus alles wordt morgen geleverd. Wel tussen 10 en 6. Dus dat is echt weer een... iets irritants, maar ja, fuck it. Ik hoop gewoon dat het zo snel mogelijk er is. En ik kan echt niet wachten. Oh. Want, dan. Alleen al dat bed. En ik wil echt een heel mooi vloerkleed gaan halen. Heel groot, dat moet ook echt. Want ik heb dus echt... Mijn flat is dus heel gehoorig. En dat is wel echt mega irritant. En gisteren kwam een buurvrouw even bij me aanbellen. Ze zei, wow... Het is echt vreselijk, maar ik hoor echt jou binnenkomen. Terwijl ik echt een goede ondervloer heb. Daar heb ik echt rekening mee gehouden. Maar je hoort mij dus echt gewoon 's nachts thuiskomen en praten en alles doen. Nu is mijn huis natuurlijk ook nog super gehoorig, omdat er geen één meubel in staat. Dus, hoe laat is het eigenlijk? 10:30. Dus, hoe heet het? Ik hoop dat het straks wat minder is. Maar dan wil ik dus echt een heel groot vloerkleed in mijn woonkamer hebben staan. Liggen natuurlijk. Want dan hoor je Bobby en zo ook niet echt heten met zijn nagels. Dus stek. Mijn hond die heeft een tikkende speelbal. En daar speelt hij de hele tijd mee. En dan hoor je de tikkende. Dus ik wil gewoon echt zo'n heel groot vloerkleed. Als iemand nog... tips heeft waar je mooie vloerkleden kan halen. Het hoeft geen 1000 euro te zijn alsjeblieft, want ik ben inmiddels failliet. Maar gewoon ergens een mooie vloerkleed rond de 300 euro of zo. Want kijk, ik kan wel zeggen rond de 200 euro, maar een grote maat is sowieso denk ik rond de 400 sowieso wel hoor. Dat had ik al gezien. Dus alleen ik heb nog niet echt een mooie gezien. En dan hou ik een beetje van die Erik Kuster stijl, weet je, een beetje die... Ik vind vloerkleden mooi dat het zeg maar, als je er overheen stofzuigt, dat het steeds zeg maar een andere kleur wordt, weet je wel. Dus dan, ja oké, goed verhaal. Ik ga nu voor mijn nagels. Okidoki, mijn nagels zijn weer gedaan. Ik heb echt alleen nog maar babyboom of naturel. Ik vind het echt gewoon het best. Oh, dat is mijn moeders telefoon die gaat volgens mij. Kut. Waar is mijn telefoon? Oh ja, jezus, die heb ik in mijn hand. Ben ik stom? Ik ben even bij mijn vriendin, mijn lievelingsbroodje aan het eten. Serieus, allerbest. Zo goed, jongen, mijn nieuw physic dieet. Oké. Ik ben even losgegaan bij de Action. Precies wat ik nodig had, dat heb ik niet gehaald. Want dat hadden ze dus niet meer. Echt kut. Ze hadden echt alle kleuren behalve zwart, want ik wou een badmat. Ik weet niet of ik dat had verteld. Ja, ik heb voor jou ook allemaal speeltjes meegenomen. Kom op, ik ga je zo geven. We gaan zo kijken. Dus dat is wel een beetje kut. En nu ben ik uiteindelijk nog 53 euro kwijt bij de Action, want dat is altijd ongelooflijk. Het is allemaal zo goedkoop. En je hebt zoveel dingen en zo dat je uiteindelijk nog hebberig wordt en alles mee wil nemen. En uiteindelijk sta je nog voor de kassa en dan heb je nog wel gewoon... een bedragje. Het valt mee hoor, maar het is niet dat ik heel veel heb of zo. Want ik zal jullie even laten zien wat ik heb. Oké, ik ga het even laten zien. Ik heb gehaald voor die 53 euro. Even twee van deze handdoeken.
Royal, Hotel Royal. Die zijn lekker zacht. Hou op. Oké. Goed bezig nu, vis ik. Dit heb ik gehaald. Dit. En ik kan nu wel zeggen, dat heb ik voor Jeffrey gehaald. Maar kijk eens. Ik heb er al eentje uitgegeten. Ik kon het niet laten. Dit ook. Allemaal snoepjes voor Bobby. Poepjes, kom hier. Hou nou op. Ik heb dit gehaald. Van die dingen voor onder je bord. Voor te eten. Bob, ga nou weg. Snijplankjes. Oh, dat is ook weer precies niet zwart. Hè? Lois zegt gisteren tegen mij, je moet naar de Action. Ze hebben allemaal leuke dingen. Alle details zwart. Want ik wil alles zwart, toch? Maar... Oké, hoe ga ik het laten zien? Wacht even, ik ga even mijn camera omdraaien, want ik kan het hier niet meer kwijt. Badstaafjes. Hoe heet dit? Wasdinges. Even kijken. Nog mijn speeltjes voor Bobby. Oh ja, theedoeken. Tandpasta. Droog shampoo. Aanstekers. En een schaar. Nou, leuk hè? En Bobby wordt nu helemaal gek, want die wil zijn speeltjes. Dat ruikt hij allemaal. Hoe kan je dat ruiken, Bob? Dat ik speeltjes voor je heb gehaald. Dat vind ik echt bijzonder waarlijk. Oké, ik ga nu even Jeffrey ophalen. Ik heb gewoon zin om dit nu ook te eten. Ga ik het doen, ja. En dan ga ik even met Jeffrey naar de bank. Want we moeten even wat dingetjes regelen. En daarna gaan we eten bij Jeff's ouders, heb ik net besloten. Dus, en dan vanaf morgen kan lekker gekookt worden in mijn huis. Want dan zijn mijn meubels er. Bye. Ik zit nu even bij mijn, schoonmoeders op de bank. En ik word hierop gewezen, jongens. En ik kreeg ook al een reactie dat ik heel veel in een ik-vorm praat. Betreft ons huisje. En het viel mijzelf ook op. Dus ik zei al in mijn vorige vlog, sorry dat ik zo vaak ik zeg, maar dat gaat echt per ongeluk. Want dan ben ik gewoon in mijn eentje bijvoorbeeld bij de IKEA. En dan zeg ik heel gauw van, ik heb even die kast voor mijn huis gekocht, voor mijn huis. Het is gewoon maar, ik en de rest is tikken. Nee, echt niet, schat. Helemaal niet. Maar ik ga er wel even op letten, want dat is echt... Dat, nee, niet maar, dat Jeffrey dat uitmaakt, want die interesseert het geen reet. Maar weet je, het viel wel op. Als je wat met andere bekenden ziet, dan zie je... Nou, ze is aan het vloggen. Nee, ze is aan het vloggen. Nee, maar mag wel een ei kwijt. Mijn schoonmoeder viel het ook op. Die zei, je praat alleen maar in ik. Ik en de rest kan stikken. Nee. Ja, dat ben jij. Maar dat doe ik echt per ongeluk. Maar ik ben ook altijd gewend om... Ik ben altijd Nee, ons huisje, schat. Dus wij gaan samen wonen voor duidelijk. En het is wij maar dan het hoor je toch ons huis. Ons. Wel, goedemorgen. Oké, de meid is al gedoucht. Het is heel vroeg nog voor mij doen. Oh, het is alweer 10:30. Helemaal niet. Maar ik heb wel echt al alles gedaan. En ik ben nu bezig met het leegpompen van mijn luchtbed. Ik ga even het hele huis schoonmaken hier. Want ze kunnen dus gewoon... Nou ja, ze komen vandaag tussen 10 en 6. En dan wil ik gewoon alles natuurlijk spik en span hebben. Want ja... Oh mijn god, ik ben zo blij. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit gaat zien met mijn meubels. Ik kan echt niet wachten nu. En ik hoop alsjeblieft, want ik moet gewoon om 6 uur werken. Hè. Dus laat ze alsjeblieft niet om 5:30 binnenkomen. Want dan word ik helemaal gek als het niet goed staat. En dan moet ik naar mijn werk. Dat kan niet. Dan is mijn hele avond verpest. Dus ik hoop dat ze echt gewoon een beetje rond 1 uur of 2 komen of zo. Oh jongens, ik kan echt niet wachten. Dus oké, ik ga dit nog even doen allemaal. Kijk, het is wel handig. Nu pompt hij hem gewoon van zichzelf leeg. Dus dan pak ik hem zo in, doe ik hem in mijn tas. En dan hup, zo in het hoekje. En dan hebben we dat zo voor logeerruimte. Goh, ik ben letterlijk gesloopt. Oh, ik heb net echt mijn hele huis zo goed schoongemaakt. Maar je vergist je wat je eigenlijk allemaal moet schoonmaken. En wat je gewoon heel vaak niet echt doet. Want je denkt dat het al... Ik maak een beetje met een doekje alles schoon. Ik stofzuig en ik wel even. Maar ik heb net echt even al mijn plinten. Alle deuren, alle kozijnen, alles gewoon helemaal gedaan. En
Ik dacht alleen maar, kom op, bel, dat die meubels komen. En ze belden. Dus het is nu, even kijken, 1:15. Ik zweet letterlijk het stofzuigen, jongen. Dus ik ben helemaal blij, ze doen alles klaar. Alleen wel een beetje de nadeel, het is dus wel alleen mijn bank en mijn bed. Maar ja, ik ben al lang blij, fuck it. Dat die tafel en die stoelen en die salon erop, daar kan ik wel even mijn leven. Mijn bank en mijn bed vind ik wel echt het belangrijkste. En ik was al lang blij dat ik gewoon thuis ben en dat ik niet moet werken. Dus dat andere zal ook wel snel binnenkomen. Ik ben gewoon echt al heel blij en heel benieuwd. Dus ze komen eraan. Oh mijn god, ik ga dus echt helemaal stuk. Nou, ik ga helemaal niet stuk. Ik zeg altijd maar dat ik helemaal stuk ga. Maar ze zijn hier dus nu een oplossing aan het vinden. Hoe mijn bank hier binnenkomt. Want die bocht kan hier niet gedraaid worden. En via de balkon kan het ook niet. Want ik heb precies zo'n... Dit. Dit. Oh, wat een gezeik. Ik ben benieuwd. Nou, er is nu een lift geregeld. Moet je kijken. Maar of het gaat lukken, is nog de vraag. Want we hebben dit en dit. Top. Ik ga stuk. Nou, ik ben benieuwd. Oh mijn god. De bank. Maar nu zitten we weer met iets, want dit is de bedoeling hoe we hem zouden zetten. Hij is mooi, hè, mijn bank, jongens? Oké, nu gaan we hem weer zetten hoe jij hem had gezet. Want hij zette hem dus net neer op een manier wat ik niet had gezien. Dat deed hij stiekem. En dat vond ik eigenlijk gezelliger. Oh. Ik ga stuk dat ik net mijn huis heb schoongemaakt. Je gaat me bedanken over deze set die je zet. Ja? Ja? Oh. Nee, jij moet het. Ja, dit is echt leuker. Het spijt me, dit is leuker. Luister nou, als je hier ja. zit, kun je dit is veel gezelliger. Ja, dit is echt leuker. Ja, het is gezelliger. Want jij kan misschien film kijken, slapen. Alleen nu heb ik hier wel dit lelijke stuk van die plint open, maar dat zie je toch niet. Wat je hier ziet, 5 centimeter. Hé, schat, dat vind jij toch ook dit? Ja, dit is beter hoor. Want jij zag het, jij schrok al gelijk. Ja, kijk, dit is heel mooi, want dan kijk je zo tv. Oh, ik vind mijn bank zo mooi. Ja. Oké, ik ben nu even weer het hele huis aan het schoonmaken. Nu ook even gaan dweilen. En ik heb toch die dwelvende croupon. Dit is echt een top dingetje. Dat wou ik jullie toch even laten zien. Kijk, ik vind het echt geweldig. Wacht. Kijk, zo. Dan klapt hij dus. Heel makkelijk dicht. En doe je zo de vieze kant hier ook. Zodat die viezigheid eraf gaat. Zo, hier zit zo'n borsteltje. Zo, dan ga je in het nieuwe soppie. Kijk. Maak je ook echt zo'n... dat die goed precies droog is voor de vloer. En dan... Hoep. En dan... En hij dweilt ook heel lekker. Dit is echt een topding. Oké, zo staat onze bank. Zo, dan hebben we daar zo de tv. Oh, sorry. En zo staat ons bed. Kijk. Mooi, hè? Alleen, ik heb ontdekt dat die Sarah dekbedden maken mijn dekbed iets te klein. Dus dat moet ik weer even veranderen. Maar oké, goed. Zo is het voor nu. Top. Oké. Ik heb nog heel even snel eten gehad voor mijn juf en voor opa. Want die wou kaas hebben. Dit. Dat is Indonesisch eten. En dan ga ik dat snel opeten. En dan ga ik snel mijn blouse strijken. En dan moet ik nog werken. Waar ik nu helemaal geen zin in heb. Maar goed. Ik ben al lang blij dat alles schoon is. Oké, jongens. Ik heb weer nieuwe kleding binnen van Chiquelle. Die ga ik jullie nu even laten zien. Dus houd het in de gaten. Check vooral ook even mijn kortingscode. En alle links in de beschrijving onder deze video. Als je iets leuks vindt wat ik nu voor jullie ga showen.
Oké, ik heb even een sporttop aan van de Activewear lijn van Chiquelle. Dat is trouwens echt geweldig. Ik ga straks even de broek die erbij hoort onder aan doen. Ik heb nu alleen even een rokje van Chiquelle eronder aan. Er zit iets op mijn spiegel, zie je? Dus dat zit niet op mijn kleding hoor. Kijk, dit is aan de bovenkant van nepleer. En dan hier zo kan je hem strakker trekken. Lekker stretchy rokje. Ik heb alleen niet echt een beeld ervoor, maar kijk. Dit is de achterkant. Zo. Dus dit. Oké, dit is dus de sportoutfit. Dit is de hele set. En ik vind echt dat Chiquelle dat gewoon echt heel goed heeft gedaan. Want ik vind deze stof gewoon heel lekker. Hij is heel erg stretchy en hij schijnt niet door. Het is echt net een soort dikke mayo, hoe die broek zit. En wat ze ook heel mooi hebben gedaan, dat ze een soort van, kijk, er zit hier een soort riggellijntje, zodat het al lijkt alsof je een beetje een grotere bil hebt. Dus dat is voor mij echt ideaal. Dus daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. En het zit echt heerlijk. Echt een top dingetje is dit. Ik heb hem ook in het kaki groen. Die heb ik de vorige keer al aan jullie laten zien. Heel erg blij mee. Oké, deze heb ik er even over aangedaan. Deze top. En zo is die open. Ook best grappig. Kijk, met gepofte mouwtjes. Dit is trouwens nepleer. En I like. Ik heb hem even dicht gedaan. Zo valt hij als hij dicht zit. Dus... ze hebben dit ook nog in allemaal andere kleuren. Dit vest, wat echt mega zacht is. Echt, het zit heel erg mooi. Kijk, en dan kan die zeg maar zo. Wacht even. En dan kan die zo dicht. En deze hebben ze ook nog in allemaal mooie kleuren. Ja, helemaal blij mee weer. Maak me gek, met je vingers je zoen. Deze avond wil ik nog heel vaak overdoen. Oké, jongens, ik heb gewerkt en het is laat, het is al 1:30. En mijn moeder heeft zo'n fucking grote auto. Ik kan gewoon dit ding niet inparkeren, gewoon niet. Oké, hoe kom ik hier uit? Ik ben echt bang dat ik die auto ram. En dan heeft ze zo'n grote auto en dan geen achteruit parkeersensoren. Oh my god, ik ben zo bang dat ik iets raak. Oké. Wat ik nog even wou zeggen voordat ik mijn vlog ga afsluiten. Ik ga natuurlijk mijn eerste nachtje in het nieuwe bedje slapen. Super chill. Helemaal zin in. Ik kan niet wachten. Oké, ik ga weer naar achter. Oh my god, wat vind ik dit kut. Ik ben echt zo erg... kleine autootjes gewend. Ik ga ook echt gewoon weer een kleine auto kopen. Alleen op zich is het nog prima te doen zo zonder auto. Oké, jongens, ik zet even goed alle links onder in de beschrijving van deze video. Van de hele outfit van Chiquelle die ik aan heb gehad. Van alle dingetjes, van alles wat met mijn huis te maken heeft. Ik probeer sowieso de laatste tijd dat gewoon echt goed te doen. Want ik merk dat jullie dat gewoon wel echt chill vinden. Dat snap ik. Want anders lul ik ergens over. En dan kunnen jullie nog niet vinden waar het nou vandaan is. Dus dat. En verder nog wat. Ja. Verder wil ik nog even tegen jullie zeggen. Dat ik nog best wel veel dingen nodig heb voor mijn huis. Zoals leuke kussentjes. Vloerkleed. Ik wil nog, gewoon leuke accessoires. Dus alle tips zijn welkom. Reageer vooral onder mijn vlogs. Laat gewoon comments achter. Hebben jullie nog leuke ideeën voor mijn huis? Ik wil namelijk nog lampen voor naast mijn bed met leuke, nachtkastjes en zo. Weet je, ik wil gewoon echt alles rustig in etappes een beetje zo aanvullen. En ik vind het sowieso leuk dan om gewoon te weten of jullie dingen weten en zo. Dus laat me vooral weten. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan even. En vergeet even niet een duimpje omhoog te doen. En jullie zien mij van de week weer. Doei, bedankt voor het kijken.